problemen waar wij tegen oplopen is elke dag meer werk. Elke dag meer voedingskosten. Doordat de kippen binnen zitten, eten ze gewoon meer. En normaal lopen ze eigenlijk altijd buiten. En dan komen de bezoekers hier en die kopen bij ons het zakje voer. En die voeren eigenlijk onze kippen. En sowieso doen de pluimvee buiten al meer scharrelen, vinden ze zelf al eten. En nu zitten ze eigenlijk gewoon de hele dag binnen en moeten wij ze extra bijvoeren. Hoe reageren bezoekers erop die hier komen en die zien alle dieren in de hokken zitten en zien ze niet meer vrij rondlopen? Hoe reageren zij hierop? Nu zijn mensen nog steeds verbaasd dat ze vastzitten, omdat het ook gewoon niet meer in het nieuws is en wij nog steeds wel alle kippen op moeten hakken. De laatste berichten, het enige dat wij in het nieuws af en toe te horen krijgen is dat het sowieso tot het voorjaar nog zo blijft en dat is een heel groot begrip. Het is even afwachten, we hebben nu sowieso geen inkomsten, al dit jaar sowieso 2 maanden al niet. Vorig jaar zijn we slecht geëindigd, dus het is even afwachten. Maar dit is een kinderboerderij, dus alles hoort hier zo los te lopen. Maar ik heb er alle begrip voor dat ze nu opgesloten zijn. En wat vind jij ervan? Vind je het zielig voor de kippen? Nee, want ze zijn het wel gewend, denk ik. Omdat ik zie ze heel vaak zitten in een hok.